Welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor maandag 17 juni 2024. We gaan kijken welke boodschappen we mogen ontvangen, wat de energie is. En ik begin met een kaart van het Sterrenlicht Orakel. De kaart die er tijdens het voorschudden uitvloog is de kaart Hieraad. Naar huis verlangen en heimwee naar de sterren. Dus ik ga die boodschappen er voor jullie bij nemen voor aankomende maandag. Hieraad, universum. Wat is de boodschap met deze kaart? Hieraad is een woord uit het Welsh dat moeilijk kan worden vertaald. Het heeft betrekking op een gevoel van verlangen of heimwee. Het verlangen naar huis of naar een plaats waar we niet naar kunnen terugkeren. Dit onverklaarbare, onwankelbare verlangen naar huis is algemeen bij sterrenlichten en oude zielen. Misschien had jij dit gevoel ook sinds je geboorte. Voor sommigen is het een zwakke herinnering aan een planeet, een melkwegstelsel of sterrensysteem in het universum van hun ziel waar ze graag naar terug willen keren. Een plek die ze als beter hebben ervaren dan op aarde. Voor anderen is het een verlangen om één te zijn met de bron. Een herinnering aan het onderling verbonden zijn. Dit verlangen kan ertoe leiden dat sommigen gaan reizen, in alle hoeken op de planeet gaan zoeken naar een plek om het gevoel van een thuis te ontdekken. Voor anderen kan het een behoefte zijn om zich bij andere mensen in een gemeenschap of in een relatie thuis te voelen. Een reis om te ontdekken waar ze echt thuis horen. Als je ook het gevoel van het verlangen naar huis hebt, maar niet echt weet waar het huis is, dan moet je je bedenken dat je ziel ervoor heeft gekozen om op aarde te zijn. Er wordt je gevraagd om je leven helemaal gestalte te geven. Het is zeker dat je hier alleen op aarde bent en dat je ziel er bewust voor heeft gekozen om te ervaren wat het is om een ziel in een menselijk lichaam te zijn, hier en nu. Je moet je helemaal, je persoonlijkheid, je ziel en je geest in het hier en nu laten zijn. Je helemaal overgeven aan het leven hier. Er helemaal voor gaan en met beide voeten op de grond gaan staan. En de sterrenlichtzielenvraag bij deze kaart is: hoe krijg je een beter contact met het leven? Dat is wel een hele diepe boodschap weer. Alle boodschappen eigenlijk uit het orakelkaartendek. Hele diepe boodschappen. En voor sommigen van jullie is het een specifieke boodschap en herken je dat gevoel van ergens thuis willen horen of een verlangen, heimwee. Maar je weet niet echt naar wat, waar het huis, waar het thuis dan is. We gaan kijken wat er naar voren mag komen met de tarot. En we hebben de staven 3 onder op het dek. En dit is ook een kaart van wachten. Een kaart van wachten op iets wat je misschien gemanifesteerd hebt. Het kan ook te maken hebben met afstand, die staven 3. Wachten tot iemand anders de eerste stap zet. Maar dit is iemand die kijkt naar de horizon. Iemand die ook plannen maakt. Een visie heeft voor de lange termijn, voor de toekomst. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen voor maandag 17 juni? Maandag 17 juni, wat is de boodschap? Maandag 17 juni 2024. Weer die zware 9. Die zware energie van in het hoofd zitten en je zorgen maken. Wat mogen we nog meer ontvangen voor maandag 17 juni? Ja, dank u wel. Nog één kaart alstublieft. Maandag 17 juni 2024. De koningin van Kelken. Schorpioen geeft vissenenergie. Het kan zelfs zo zijn dat je een waterteken bent of iemand in je omgeving. En we hebben boogschutterenergie met de gematigheid. De gematigheid is een kaart van healing. Een hele spirituele kaart, die gematigheid. Op de traditionele kaart staat ook een engel. En je ziet ook, de persoon op deze afbeelding heeft engelenvleugels. Dus je wordt in een goede richting geleid. Maar het universum vraagt je ook om geduldig te zijn. Het kalm aan te doen en letterlijk te matigen voor sommigen van jullie. Het is ook een kaart van balans. Of een compromis. En we hebben onder op het dek hebben we de Ridder van Kelken. Schorpioen kreeft vissenenergie veel. Dus we hebben die waterige energie. De vuurenergie met de gematigheid. En luchtenergie. En onder op het volgende dek nog meer Kelken. En dit is de Kelken 8. En die zie ik hier liggen met de keizerin.
En de keizerin is iemand die goed voor zichzelf zorgt, weet wat ze waard is. Voor sommigen van jullie ga je een soort van conflict situatie achterlaten. Ik zie de staven 5 onder die keizerin liggen. Waarom ligt hier de ridder van Kelken? De ridder van Kelken. Maar ik zie dat je dus op dit moment heel erg in je hoofd zit. Met die zwaarden. Het heeft alles te maken met denken. Blijven denken, overdenken. Waarom ligt hier de ridder van Kelken universum als algemene energie voor de maandag? De ridder van Kelken. Nou, dat is wel heel toevallig. Kelken 8 met de keizerin. Wil er gewoon weer uitvliegen. Die lagen dus onder op het dek. Ridder van Kelken, dit kan een energie zijn waar je zelf... inzet. En dit is iemand die zijn kelk aanbiedt. Iemand die zijn gevoelens uit. Iemand die zijn hart volgt. Iemand die zich kwetsbaar durft op te stellen. We gaan het zien. Waarom ligt hier die zwaarde 9? De keizerin kan ook is een hele vruchtbare energie. En dit is de energie van een moederfiguur. Moederlijke energie. De geboorte van iets nieuws. Iets koesteren. Iets wat groei brengt. Ontwikkeling. Positieve vooruitgang, een nieuwe start. Waarom ligt hier de zwaarde 9? De zwaarde 9. Dus er kan maandag ook iets spelen wat te maken heeft met het in balans brengen van een situatie die ja, tussen moeder, kinderen, zwaarde 9. Of in je eigen leven in het algemeen. Waarom ligt hier de zwaarde 9? Want ook die koningin van Kelken is iemand heel zorgzaam. En specifiek als het gaat om kinderen. Oeh, en we hebben hier nou een koning van Kelken. Wederom schorpioen, kreeft, vissen. Dus het kan te maken hebben met een relatie. Zwaarde 9 universum. De gematigheid hebben we hier. De geliefden. En een keuze. Oeh, voor sommigen van jullie is dit... een keuze in de liefde. Een keuze maken vanuit het hart. Je kunt zelf een waterteken zijn of te maken... En ook te maken hebben met een waterteken, boogschutterstier, weegschaal energie en tweeling hebben we hier. Waar heeft die geliefde kaart mee te maken, universum? Waar heeft die geliefde kaart mee te maken? Koning van zwaarden en de kelken 7. Ja, dus je probeert een goede beslissing te maken. En de koning van zwaarden is ook weer iemand die heel erg in het hoofd zit. Een rechtvaardige beslissing, eerlijkheid heeft het mee te maken. En er zijn opties, er zijn keuzes. En ja, je kunt het misschien nog niet helemaal helder zien. Dus je maakt je nog zorgen. Je bent heel erg aan stressen in je hoofd aan het zitten... Als het gaat om het maken van een keuze. Voor de vrouwelijke kijkers heb ik het gevoel dat je een keuze kunt hebben. Inderdaad tussen een waterteken en een luchtteken. Dus schorpioen, kreeft, vissen en tweelingweegschaal waterman. En voor de mannelijke kijkers heb ik het gevoel dat je te maken kunt hebben met iemand waar je een relatie mee hebt. Of kinderen mee hebt. Het kan stierweegschaal zijn en een waterteken, schorpioen, kreeft, vissen. Het kan ook zo zijn dat je te maken hebt gehad met iemand die jullie relatie heeft verlaten. Iemand die een nieuw begin heeft gemaakt. En je wil weer, je wil op de een of andere manier balans krijgen in die connectie. Waarom ligt hier de koningin van Kelken? Koningin van Kelken. Ik zie wel beweging.
En ook met regelmatigheid, helende energie, genezende energie. Kijk, hier is die keuze, de pentakels 2, de keuze uit 2. En dan going back and forth, wat moet ik doen? Waarom ligt hier de koningin van kelken? Als het niet met liefde te maken heeft, het kan ook met vriendschappen, familie te maken hebben. Waarom ligt hier de koningin van kelken? Waarom ligt hier de koningin van kelken? En het kan ook met je algehele balans te maken hebben. Kijk, we hebben die sterke kaartige matigheid hier. En dat kan het balans in het leven zijn. Het balans tussen werk, privé. Op de een of andere manier is er heel sterk iets wat met balans te maken heeft in een relatie. Of balans in het leven. Waarbij je inderdaad keuzes gaat maken vanuit je hart. Je hart gaat volgen, je intuïtie gaat volgen met die koningin van kelken. Je bent je mogelijkheden aan het overdenken. En je gaat nu voor jou de beste keuze maken. Iets wat je groei en ontwikkeling gaat brengen. En iets wat goed is voor jezelf, ook voor je eigen gezondheid wellicht. Waarom ligt hier de koningin van kelken? Ja, het algehele geluk met de kelken 10. Dit is eigenlijk het ultieme geluk, maar ook liefdevolle relaties, een liefdevolle familie. Een liefdevol gezin, happily ever after. Dat is waar je meer balans in wil vinden. En dat kan ook te maken hebben inderdaad met meer tijd vrijmaken voor je familie. Voor je gezin, voor je kinderen wellicht. Met die koningin van kelken en de keizerin. Waarom ligt hier de gematigdheid? Waarom ligt hier de gematigdheid? En wat was ook alweer de laatste zin van die kaart? Want dat is iets wat nu terugkomt. Er helemaal voor gaan en met beide voeten op de grond gaan staan. Je geest en je ziel, je persoonlijkheid helemaal in het hier en nu laten zijn. Je helemaal overgeven aan het leven hier. Ja, en ik heb het gevoel dat dat ook echt een boodschap is. Want wat zagen we net als eerste kaart onder op het dek? Die staven 3. En dat is iemand die niet in het hier en nu is. Ja, iemand staat in het hier en nu. Maar iemand kijkt naar de toekomst. Iemand heeft een visie over de toekomst. En is aan het nadenken over de lange termijn. En dan is die boodschap, ben in het hier en nu. En ook bij datgene wat op dit moment belangrijk is. Waarom ligt hier de gematigdheid? Je kunt je heel veel zorgen maken over dingen waar je een uitkomst nog niet van weet. Iets wat nog ver weg ligt. Waarom ligt hier de gematigdheid? Koning van staven. We hebben 3 koningen. Koning van staven. En de enige koning die mist is die koning van pentakels. En dat is de koning die met beide benen op de grond staat. Iemand die het heel belangrijk vindt een stabiel leven te creëren voor zichzelf. Ook op financieel gebied. Iemand die heel erg verbonden is met die zekerheid en alles wat tastbaar is. Carrière. Financiën. Stabiele relaties. Waarom ligt hier de gematigdheid? Pentakels 3. Dus het kan te maken hebben met werk, met die pentakels 3. Ook niet bang zijn om fouten te maken, want van je fouten leer je inderdaad. En dit is een samenwerking. Dus teamwork makes the dream work met die pentakels 3. Dit is ook het bundelen van je talenten, je krachten, je ideeën met anderen. Zodat je samen iets unieks kunt creëren. En dat is eigenlijk ook een boodschap van die gematigheidkaart. Tot een compromis komen. Ideeën van anderen samen blenden eigenlijk. Mengen met je eigen ideeën om zoiets moois te creëren. Dus voor sommigen van jullie zul je een soort van samenwerking aangaan met een koning van staven die we hier hebben liggen. Of ben jij degene die inderdaad de actie daarop gaat ondernemen? Die koning van staven is iemand die ook anderen kan inspireren. Het is iemand die achter zijn doel aangaat door actie te ondernemen. Ram, leeuw, boogschutter energie. En het ligt dus onder de gematigdheid wat ook boogschutter energie is.
Waarom ligt hier de keizerin? Dus het kan ook zo zijn dat je inderdaad met water en vuur. We hebben hier dus lucht, water en vuurenergie. Ja, voor veel van jullie zal het wel te maken hebben met een keuze die ook of met werk of met een liefdesrelatie te maken heeft. Waarom ligt hier de keizerin? Waarom ligt hier de keizerin? Universum, de keizerin. De zwaarde 3. Oeh. Pijn, verdriet. Een gebroken hart. Teleurstelling. En waarom ligt hier de keizerin? En dan de zwaarde 2. Heel veel zwaarde. Geen keuze kunnen maken. Je afgesloten hebben voor de werkelijkheid. Of iets niet hebben willen zien. Oude emoties of traumatische gebeurtenissen. Gebeurtenissen waarin je een kou hebt voelen staan. Of waarin je niet vooruit bent kunnen gaan in een situatie. Dat ben je aan het overdenken. En voor sommigen van jullie heeft het ook echt te maken met een healing proces. Want ook de gematigheid is een proces van healing. En dit kan te maken hebben met een vuurteken. Het kan een vuurteken zijn die je teleurgesteld heeft. Maar ik zie je dus inderdaad nog worstelen met bepaalde emoties. Het is iets wat je na aan het hart ligt. Of deze persoon is iemand waar je toch een hele diepe emotionele band mee hebt. En wat je misschien moeilijk vindt om los te laten. Want met de kelken achter maak je een keuze die heel moeilijk is. Waarvan je weet, het is nu wel de tijd om voor mezelf te kiezen met de keizerin en de keuze te maken. En je gaat dus vooruit met die ridder van kelken. En het kan ook iemand zijn die je telkens maar weer misschien emotioneel wat uit balans brengt. Maar dit is ook iemand waar je maar constant aan blijft denken. Iets wat je niet uit je hoofd kan zetten. Als er al afstand is tussen jou en deze persoon. Fysieke afstand, wat heel goed mogelijk is met de staven 3. Want het kan iemand zijn die zich bijvoorbeeld in een andere provincie of op verre afstand in het buitenland bevindt. Dan is er wel nog die emotionele band die er is. En het kan iemand zijn waar je kinderen mee hebt met die keizeren energie. Als je daar zelf in zit. Maar met de zwaarde 2... je wil je hart beschermen, maar je hebt je misschien ook afgesloten voor hoe een situatie werkelijk is. En ik heb het gevoel met de kelken 7 en de koning van zwaarden, dit is iemand die heel feitelijk is. Zijn oordeel baseert, zijn keuze baseert op de feiten. En hier met de kelken 7 hebben we nog illusies, dromen, onduidelijkheid, verwarring. Dus ik heb het gevoel dat je in de komende week, in ieder geval die maandag, uit die energie gaat komen van de zwaarde 2. Je afsluiten voor iets. En of iets niet zien, iets letterlijk niet zien, of iets niet willen zien. Maar je gaat echt een keuze maken gebaseerd op de feiten. Met die pentakels 2, het kan dus ook een keuze zijn uit 2. Het zijn altijd natuurlijk 2 situaties of een persoon en een situatie, maar het kunnen ook 2 personen zijn, aangezien we zoveel persoonskaarten hier op de tafel hebben liggen. Je bent het echt aan het overdenken. Maar ik zie je dus wel van iets weggaan, iets achterlaten. En we zagen net de staven 5 onder op het dek. En nu de staven 6 zie ik hier liggen. En dit is een kaart van overwinning, maar iets achterlaten. Datgene doen wat goed is voor jou. Er kan ook aan je gevraagd worden, als het iets is wat binnen de familie speelt.
om het te bemiddelen op de een of andere manier. In een soort van conflict wat er zich afspeelt tussen meerdere mensen binnen de familie. En je hebt zoiets van, waarom ben ik altijd degene die moet zorgen dat een situatie gelijmd wordt? Of ja, waarom ben ik altijd degene waar een beroep op wordt gedaan? En dan zie ik je inderdaad ervoor kiezen van, ja, het is nu niet aan mij. En ik heb ook andere dingen om handen. Ik heb het zelf al heel erg druk met die pentakels 2. Iemand die alle ballen in de lucht houdt, balans probeert te creëren. En dan heb ik het gevoel dat je deze keer inderdaad niet thuis geeft. Of in ieder geval niet degene bent die weer klaar moet staan voor anderen om een soort van conflict op te lossen. Dus dat is de boodschap die er door mag komen voor maandag. Als het resoneert, laat het me zeker weten. En geef mijn video een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je het leuk vinden. Ik wens jullie een hele mooie dag toe. En tot de volgende keer. Dag!